Tomahawks lekker weekend achter de rug, hè? Ja, 6 punten. Thuisverdeel in de halve finales, wat dat waard mag zijn. Ik weet niet of het best of 2 of best of 3 is, maar 6 punten pakken tegen 2 jaar concurrenten is altijd mooi. Ja, vertel eens even wat gebeurde gisteravond allemaal in Heerenveen. Ja, wat een goed plan. Zij spelen op een grotere ijsoppervlakte dan hier. Dat klinkt raar, maar de ijsoppervlaktes verschillen. Dus wij hebben het kleiner gehouden en op de uitbraak gespeeld. En gewoon van onze kracht uitgegaan en die wedstrijd naar ons toegetrokken op karakter. Ging dat zo makkelijk zoals je dat nu zegt? Nee, ja, het was met vallen en opstaan voor pucks gooien. Ja, heel veel jongens hebben opgestaan. Jongens waar je helemaal niet van verwacht. Ja, iedereen draagt zijn steentje bij en je bent als een team. Ja, je pakt een 1-0 achterstand bij de eerste periode. Dat wil dus zeggen dat jullie verdedigend goed zaten. Ja, we stonden verdedigend goed. Rohan keept ook erg goed. Dat helpt ook altijd. Maar goed, we hadden het gewoon compact achter. En buitenom mochten ze alles doen wat ze wilden. En dan als ze er in het slot kwamen, ja, dan moesten we er staan. En dat hebben we de hele wedstrijd uitgevoerd. En zo van onze kracht gewonnen. Ja, dan breekt die tweede periode aan. Jij scoort 2 keer achter elkaar. Joey scoorde in coast-to-coast goal. Nou, dan moet je toch denken van, we zijn de betere. Ja, maar dat denk ik ook. Ik denk alleen dat Heerenveen een iets bredere selectie hebben. Wij missen natuurlijk ook Lucas. Luca is niet helemaal fit. Dus we zijn een beetje met een smallere selectie. Maar goed, ja. Ik denk wel dat wij kwalitatief betere spelers hebben. Alleen, als je met 3 lijnen tegen 4 lijnen speelt, kan het zwaar worden. En vanavond tegen Zoetermeer, oké, ja, die halve finale is al zeker. Ja. Maar die punten heb je nodig voor de binnenliga ook, hè? Ja, dat is ook zo. Ik denk dat het, we scoren 10 keer, maar het was een slechte wedstrijd. Jullie geven hun heel veel kansen in de eerste periode. We hadden de eerste periode 5-0 achter kunnen staan, als je had gewoon gekund. Dus dan moeten we onszelf aantrekken. Ik denk, ja, we hebben gisteren in de bus ook wel een feestje gevierd na die overwinning. Het was 8 jaar geleden. Dat is een lang feestje geweest. Ja, dat was 3,5 uur of hoe lang is dat rijden? Terwijl je na 12 uur helemaal niet meer mag feesten. Ja, aan de bus wel. De partybus. Hey, maar vanavond niet al te best, maar toch winnen jullie. Ja, daarom. We hebben ook gewoon een goed team, vind ik. Je hebt jongens die stappen hebben gemaakt. Joey heeft stappen gemaakt. Mordy heeft stappen gemaakt. Ja, ook je ziet dat Roland stappen maakt. Het is gewoon heel veel jongens die gewoon beter aan het worden zijn. En zo word je als team ook beter. En dan als veteranen zoals ik en Lars, dan moeten wij gewoon ook ons ding doen en dan komt dat wel goed. Ja, ik wou net zeggen, je bent een veteraan, mogen we rustig zeggen. Ja. Begeleid je dan die jongens ook tijdens trainingen en wedstrijden? Ja, je probeert ze gewoon eigenlijk ook rustig te houden, want ze zijn jong, ze zijn enthousiast. Soms te enthousiast en overenthousiasme kan je fouten maken. En door het iets simpeler te houden, zoals we gisteren heel goed gedaan hebben, maak je die fouten niet. En dan win je gewoon een wedstrijd op wie die mensen fouten maakt. Wat wil dit nu zeggen, dit weekend? Ja, dan denk ik, wat voor jullie team? Ja, dat we van Nederlandse teams nummer 2 zijn. Ik denk dat Den Haag in de breedte het sterkst is. Dat hebben ze ook laten zien, maar goed. Maar denk je dit ook bijvoorbeeld in de rest van de komende maanden nog vol te kunnen houden? Ja, van Nederland. Ja, jij hebt natuurlijk ups en downs. Ja, nee, natuurlijk. Maar ik denk wel qua kwaliteit dat we het tweede team van Nederland op het moment zijn. En goed, dat is nog even afwachten wat het dan allemaal gaat brengen. En als Lucas terugkomt, gaat ook weer een boost geven. Mitch was er vandaag niet bij, de mission normaal ook. Die heeft ook stappen gemaakt, dus. Jullie voelen je lekker? Ja, we voelen ons lekker. We weten wat we kunnen, waar we staan en wie we moeten jagen.